Jan Teriet Scholten, oud leerkracht aan Erasmus. Ja. Hoe kijkt u op uw periode terug? Met heel veel plezier. En ik heb een geweldige tijd gehad. Wanneer heeft u op het Erasmus gewerkt? Ik ben aangenomen, dacht ik, voor een aantal uurtjes in 65. En ik ben in 97 afgezwaaid. Dat is best een lange periode. Hoe zou u het Erasmus typeren? Ja, een heel kindvriendelijke school. Fijne collega's. Ik kijk alleen maar met heel veel plezier op terug. Rianne Goos, zeg ik maar, oud-leerkracht aan het Erasmus. Wanneer heeft u daar gewerkt? Ik heb er gewerkt van, ik denk 1986 tot 2013. Eind 2013. Dus heel wat jaren. En ik gaf Frans, dat was eigenlijk mijn hoofdtaak. En naast het vak Frans breidde mijn activiteiten zich uit. Ik werd ook taalcoördinator. Ja, ik ben Gerard Rebocht. In 1970 hier begonnen als leraar Duits. En in 2007 afscheid genomen als adjunct-directeur. Daarna nog van 2012 tot 2021 voorzitter van de Raad van Toezicht. Dus dat is heel kort even. Hoe heeft u de tijd op het Erasmus ervaren? Ja, een geweldige tijd. Ik zeg ook tegen iedereen altijd dat het Erasmus een geweldige school is. Ik heb natuurlijk heel veel jaren hier meegemaakt en met plezier gewerkt in allerlei functies. Kunt u zich nog een bijzondere gebeurtenis herinneren? Ja, dat zijn er zoveel. Ik was gymnastiekleraar en naast de normale lessen, lichamelijke opvoeding, was ik ook betrokken bij de werkweken. En daar heb ik hele goede herinneringen aan. Met collega's, leerlingen begeleiden, tijdens zeilkampen en vele activiteiten. Ja, een hele mooie tijd. Hoe kijkt u terug op uw periode? Nou, heel goed. Hele fijne tijd gehad. Een fijne tijd ook met de leerlingen. En ook al gaf ik een vak dat best wel door veel leerlingen als moeilijk werd ervaren. Maar ik begon natuurlijk wel met brugklassen. En dan 1, 2, 3, dan was Frans nog een verplicht vak. Maar daarna was het dus een keuzevak. En als men dan het een lastig vak vond, ja, dan had je minder leerlingen. Dat was soms wel jammer. Dus we moesten wel een beetje vechten voor onze leerlingen. Hoe vindt u dat er een reunie is georganiseerd ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Erasmus? Ja, dat moet natuurlijk. Ik heb het 100-jarig bestaan ook meegemaakt, de reunie. Ik heb hem daarna 3 keer zelf georganiseerd. En ik kan me herinneren dat wij hadden de reunie van het 125-jarig bestaan. En toen dacht ik van ja, nu moeten we 25 jaar wachten voordat er weer wat komt. Dus laten we nou maar halverwege dat nog een keer doen in 2009. En nu weer. En dit is de eerste keer dat ik hem niet organiseer. Dus ik geniet nu helemaal volop van iedereen die ik nog van vroeger ken. Wat voor school was Erasmus? Een fijne school. Ik denk, ik heb van de week het artikel gelezen in het Tubantia, waarin ook Tom Egberts aan het woord was. En die sprak ook over een school die er was voor de leerlingen en dat die centraal stonden. En als ik net naar Claude luisterde, dan benadrukte hij dat ook. En ik denk, dat is ook zo. Hè, wij moesten echt wel, iedereen kwam op voor de leerlingen. En dat is gewoon een goede zaak.